Op dit moment heb ik weer bijna 100.000 coins in Brawl Stars. Ja, net niet helemaal. Ik kom 12.000 tekort of zo, want ik heb meer dan 88.000 coins. Maar het is echt insane veel. Komt natuurlijk omdat ik alle knokkels op maximaal level heb. Ik heb alle gadgets, sterrenkrachten, gears, dus ik hoef niet meer echt iets te kopen. Dus zoveel kan ik niet met mijn coins. Maar wat ik wel kan, is nog meer skins kopen. Ik heb alle gewone skins die ik kan kopen met edelstenen. Dus daar kan ik er niks meer van kopen. Maar wat ik nog wel dus kan, is zilveren skins kopen en gouden skins, maar ik wil gaan kijken of ik binnenkort ooit een keertje alle zilveren skins in Brawl Stars kan krijgen. Ik heb er op dit moment 43, maar ik kan er nu natuurlijk 8 bij kopen, maar dat doen we met de challenge. Ik ga in totaal 5 potjes doen in trofeeënvlucht, want trofeeënvlucht is weer teruggekomen, dus dat kunnen we mooi eventjes gaan spelen. En voor elke kill die ik maak, mag ik 1 keer aan dit rad draaien. En de knokker waar die dan opkomt, daarvoor mag ik dan de zilveren skin kopen. Ik heb alle zilveren skins die ik nog niet heb hierin gestopt, en ik ben benieuwd welke we dan gaan krijgen. En dan moet ik met, zeg maar, de skin die ik dan vrij speel, daarmee moet ik het volgende potje gaan spelen. Dus ik ben heel benieuwd wat er ervan gaat komen. In totaal dus 5 potjes in tijd. Nou, we moeten wel een aantal kills kunnen maken. Dat kan haast niet anders. Maar voordat we verder gaan, doe allemaal even dat duimpje omhoog. 3000 likes heel nice zijn. Abonneer, blijf je op de hoogte van al mijn video's. En gebruik natuurlijk de code BOWS in de shop. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen. De eerste knokker mag ik wel zelf kiezen en dat is Kit. Want Kit is denk ik best wel een goede knokker om even een paar kills te maken. Als je eenmaal je super hebt, dan kan je best wel makkelijk kills maken. En met Kit krijg je natuurlijk ook 200% extra kracht van je krachtpunten. Dus in plaats als je 1 krachtpunt hebt, heb je er eigenlijk 2. En als je er 2 hebt, heb je er eigenlijk 4. Dus dat is wel nice. Dus ik probeer eerst even snel deze krachtpunten te pakken. En die laat ik daar eventjes liggen. Of die robots, die val ik niet aan. Ik wil gewoon puur even krachtpunten krijgen. Top, dan heb ik hier nu 2 krachtpunten. En nu moet ik hier uitkijken. En die heb ik nu en dan ga ik wel dood. Maar ik heb wel een kill gemaakt! Hey, let's go! Oké, nou, dat is jammer. Maar ja, weet je, ik vind het goed genoeg. We hebben de kill, dus ik vind het helemaal prima. Dan mag ik in ieder geval 1 keer aan het rad draaien. En de knokker waar die nu op komt, daarmee ga ik dus spelen. Ben ik heel benieuwd wie dat gaat zijn. Het wordt Gray. Oké, ik mag dus Gray. Die zilveren skin mag ik dus kopen. En daarmee gaan we dan vervolgens een potje spelen. Dan hebben we in ieder geval mijn eerste zilveren skin al te pakken. Gray, die moet dan hier rechts staan. Ja, inderdaad. Ga ik jou kopen. En dan heb ik mijn 44ste zilveren skin. Als het een beetje goed gaat deze video, zou het misschien kunnen lukken om gewoon de 50 zilveren skins aan te tikken. Ja, dan moet ik nog wel een aantal kills maken. Nou, ik denk wel dat het met Gray iets moeilijker wordt om kills te maken, maar je kan natuurlijk wel teleporteren. Dus als ik eenmaal mijn super heb, dan wordt het makkelijker om kills te maken. Maar ja, voordat ik mijn super heb, dat is wel even een moeilijke situatie. Want je hebt altijd veel sterke knokkers hier in trofeevlucht. Vooral knokkers die snel makkelijk kills kunnen maken. We hebben hier een Chuck. Oeh, die zit hier al een beetje ingesloten. We kunnen even kijken wat hij gaat doen. Ik ga in ieder geval hier even een krachtpunt pakken. Dat vind ik altijd belangrijk, die krachtpunten. Even kijken of we hier wat hits kunnen doen. Oh, zit die Chuck er nog achter? Ja, die zit er nog achter. Maar hij kan wel mooi wat damage doen. En kan ik hem killen? Nou, nog niet helemaal. En oké, wel bijna. Die neemt nu de teleport. Ik heb in ieder geval een paar hits gedaan. Dus dat is lekker. Oh, no. Ik had die Kit net niet. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Anders had ik die gekild. En dan had ik 5 ook trofeeën erbij gekregen. Maar dat is helaas net niet gelukt. Wel jammer. Bijna 2 kills gemaakt. Maar net niet. We zitten nu in ieder geval in de top 5. Oh, moet hier trouwens even oppassen. Daar komt die Kit nu aan. En hier is ook een Surge. Ja, ik denk dat die met elkaar het gevecht aan gaan. En die Kit die is nu onzichtbaar. Dus ik verwacht dat hij nu ergens hier in de bosje zit. Zit hij inderdaad. Dus komt hij hier aan. Ja, dat denk ik wel. Ik loop in ieder geval eventjes weg. Oké, ik moet nog steeds een kill maken. Ik zit wel in de top 4, maar daar heb ik niet zoveel aan. Want ik moet een kill maken. Oké, misschien dat ik die Chuck nu eindelijk kan hebben. Zou mooi zijn. En nee, dat lukt niet echt. Ik moet even mijn super krijgen. Oké, hij gaat helemaal de andere kant op. Ondertussen heeft... Hey, lol! Ha! Dat is lijp. Dan heeft hij dus de teleport blijkbaar. Oké, dat is wel lijp. We kunnen even kijken of we naar de andere kant kunnen gaan. Want die Chuck zit hier nu ook ergens. En oeh, die is nu bijna dood. Ik kan even kijken. En ik wil die teleport nemen. Maar dat lukt net niet. Oké, dat is jammer. Ik kan in ieder geval even hierheen. En nu even kijken of ik misschien die Chuck kan killen. Die doet echt vet irritant. We zijn nog maar met z'n 2 over. Ik heb -2. En die Chuck die heeft iets meer. Die gaat nu zijn super inzetten. Oké, nu even kijken of we die Chuck kunnen hebben. Nee, dat lukt niet. Hij heeft ook maar 2 trofeeën. Nou, ik heb helaas geen kill gemaakt. Dat is wel een beetje stom. We proberen het nog een keer. Dit was potje nummer 2. Dus we hebben nog 3 potjes.
potjes te gaan. Nou, het is natuurlijk wel een beetje mazzel of juist pech hebben welke knokje je krijgt uit het rad. Nou, ik heb dus Gray. Het kan wel, maar ja, ik weet niet of het de beste is. Hier zit volgens mij weer ergens een kit. Je hebt zoveel kits, jongen, hier zo. Dat slaat helemaal nergens op. Ik zie dat hier geschoten wordt. Dat is een Piper. Dus op zich kan ik daar misschien het duel mee aangaan. Als ik nog één hit raak, oh, dan had ik hem. En nu wordt hij gekild door die Leon. Oh, net niet. Oké, maar dat betekent wel dat we hier twee knokkers hebben die allebei redelijk low zijn qua HP. Dus kom op, Leon. Sluit die Piper er even in. Ja, nice. Oké, ik heb een kill gemaakt. Dus dat betekent dat ik nu in ieder geval één keer aan het rad mag draaien. Lekker hoor. Ja, daar was die gadget van Gray die even goed van pas kwam. Oké, hier even oppassen. Even deze kapot maken. Oh, wat gaat die Leon doen? Ga weg, Leon. Oké, dan willen we ook even kijken of we dit potje nog kunnen winnen. En misschien twee kills kunnen maken. Dat zou nog mooier zijn natuurlijk. Wat gaat die Leon doen? Ik heb nu mijn super, dus ik kan eventueel wel naar die Leon toe teleporteren. Maar dan wil ik eigenlijk eerst even één hit raken, zodat ik iets meer kan. Oké, ja, nu. Kom op! En nog een hit erbij. Hatsee! Haha! Twee kills, dus dat betekent dat ik zo meteen twee keer aan het rad mag draaien. Waar is de laatste knokker? Zit hij hier nog ergens? Oh, dat is een Piper daar zo. Misschien dat ik die ook nog kan hebben. Dan moet ik wel eventjes hier oppassen. Wat gaat die Piper nu doen? En die maakt de muur hier kapot. Ik denk dat ik gewoon die drie trofeeën neem. En die twee kills. En dan ga ik nu gewoon teleporteren. Vind ik ook prima. Weet je, ik ben in ieder geval blij dat we... Oh, die Piper die wil blijkbaar het duel aangaan. Ik ben blij dat ik hier een win heb gehaald. En ik heb uiteindelijk nog een kill. Haha, drie kills. Lekker man. En dat betekent dat we nu in totaal drie keer aan het rad mogen spinnen. En dan mag ik één van de knokkers waarvan ik nu een skin krijg ook kiezen om mee te spelen. Maar ik mag sowieso die drie skins kopen. Macy mag ik kopen. Ik zal het trouwens even noteren. Volgende spin, wie gaan we dan nu krijgen? Ja, in principe maakt het helemaal niet uit wie we krijgen. We mogen toch die skin kopen. Penny krijgen we. En wat wordt de laatste knokker waarmee we dan nog een zilveren skin mogen gaan kopen? Dat wordt 8-bit of Willow. 8-bit gaat dat worden. Dus we hebben Macy, 8-bit en Penny. Dan is de eerste knokker 8-bit. Nou, dan is die meteen gekocht. Ik ga niet met 8-bit spelen, want dat vind ik niet zo'n goede knokker voor deze game mode. Maar wel nice dat we die mochten kopen. We hebben Macy en Penny natuurlijk ook nog die we mogen kopen. Moet ik eventjes iets naar beneden gaan en die moeten hier dan ergens staan. Hier hebben we Macy staan, dus daar ga ik ook mee spelen. Ik denk dat ik gewoon een keer een potje doe met Penny. Want Penny heb ik de laatste tijd een beetje proberen te spelen, maar het gaat niet echt goed. Dus we moeten wat trofeeën erbij krijgen met Penny. Dus ik ga nu gewoon met Penny spelen. Eens kijken of we kunnen gaan winnen. Maar wel ziek nice. Ik heb momenteel 47 zilveren skins. Moet ik Penny even selecteren? Ja, ik heb 699 trofeeën met Penny. Dat is helemaal niet normaal voor mijn doen. Want normaal heb ik al mijn knokkers rank level 25 plus. Ja, maar Penny ging de laatste tijd echt mega veel naar beneden. Omdat ik blijkbaar heel veel potjes met Penny verloor. Dus dat is wel een klein beetje balen. Maar met een beetje mazzel kan ik nu met Penny een paar potjes winnen. Of in ieder geval een paar kills maken ook. Zou wel nice zijn als dat gaat lukken. Dit is het vierde potje, dus we hebben hierna nog twee kansen. Ja, we moeten hier wel even oppassen. Hé, hey, jij pakt mij af, jongen. Eikel. Ik heb trouwens wel dat krat geselecteerd als gadget. Want die vind ik wel nice. Mocht iemand naar me toe komen, dan kan ik mijzelf daar een beetje mee verdedigen. En als ik mijn super eenmaal heb, kan ik ook iets meer. Dus dat zou ook nice zijn. Ik moet hier even oppassen. Oké, okay, die Miko die gaat sowieso zo meteen op mij jumpen. Dat gaat hij inderdaad doen. Oké, okay, hier even kijken of ik met mijn krat wat damage kan doen. En ik ga hier dood. Oké, ik weet niet of Penny de meest tactische keuze was om mee te spelen. Ik vind Penny echt totaal geen chille knokker op dit moment. Het wil gewoon niet om Penny een beetje fatsoenlijk te pushen. Maar we proberen het nog een keer. Kijken of het nu wat beter gaat. En of we geen Miko tegen ons hebben. Ja, er zit een Miko. Er zit wel Miko in de game. Maar dan hoop ik gewoon dat hij niet naast mij spawnt. Een kit kan trouwens ook gevaarlijk zijn hoor. Ja, dat sowieso. Ik zal gewoon even kijken. Oh, daar is een kit. Of we daar een beetje op kunnen pushen. Want in het begin heeft zo'n kit natuurlijk nog niet zo super. Ja, als kit eenmaal zijn super heeft, dan wordt het wel gevaarlijk. Ja, ik ga in ieder geval hier even die robot pakken. Dan heb ik in ieder geval hier iets qua trofeeën. Ja, mooi. Want ik wil natuurlijk wel, als we dan een potje winnen, wel wat trofeeën erbij krijgen. Niet dat we zo meteen winnen met 0 trofeeën of min 1. Ja, dan heb je er ook helemaal niks aan. Oké, kom op, Joram. You got this. Even nog een kill maken in de allerlaatste game. Ja, dit wordt de laatste game. En dan gaan we eens kijken of we nog een paar keer... Oeh, ik zag daar inderdaad iemand uitkomen. Oeh, die Colt. Kunnen we die hebben? Ja, nice! Hebben we toch nog even de kill erbij. Dus dat betekent dat ik ook... Oh, er komt nog iemand aan. En nu heb ik wel een probleem.
Kan mijn gadget nog neerzetten. En oh, dan had ik hem nog bijna, hè. Dat deed ik heel veel damage. Oké, nou ja, we hebben in ieder geval nog een kill gemaakt. Dus dat betekent dat ik dan tot slot nog één keer aan het spin mag draaien. Of één keer aan het rad mag spinnen, zo moet ik het zeggen. Wie krijgen we dan nog? We krijgen Colette. Daar mag ik dus dan ook nog een zilveren skin voor kopen. Dan heb ik toch best wel wat zilveren skins kunnen kopen, man. Ja, sowieso. Colette, die moet dan ook hier ergens bij de zee staan. Ja, dan kan ik jou kopen. Dan heb ik op dit moment 48 zilveren skins in Brawl Stars. Dat is wel echt veel. Dus we hebben bijna de 50, nog net niet. En dan heb ik nog 38.000 coins over. Dus dat is ook nog wel redelijk veel. Maar we zijn in ieder geval goed onderweg om uiteindelijk alle zilveren skins vrij te spelen. 48. Insane veel. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!